Willems, jonge theatermaker uit Maastricht. Ja. Generatie, niet generatie 92. Generatie 86. Kijk, maar toch evengoed jong en ook een van de mensen die het moet gaan dragen. Leeft het überhaupt, culturele hoofdstad 2018, bij jou? Heb je daar een idee van? Ja, bij mij persoonlijk bedoel je? Ja, ik heb er wel een beeld van. Ik heb er ook verwachtingen van, maar ik vind het nog lastig om te koppelen aan mijn vak als, of mijn positie als jonge maker. Om wat maar zo het jou te zeggen. Bieden heeft bijvoorbeeld. Ja, wat het mij te bieden heeft persoonlijk. Ik vind het wel een hele interessante gedachte en ook een hele noodzakelijke gedachte dat... Waarom? Waarom vind je het noodzakelijk, dat het die via 2018? Ik vind het noodzakelijk omdat, en dat vond ik eigenlijk heel mooi wat Guido net zei, we een hart te steken in die regio, om het maar zo te zeggen. Ik vind, het zijn allemaal interessante gebieden, dus Maastricht en ook Luik en Aken en Hasselt. Maar er mist een verbintenis, soms letterlijk. Als ik vanuit Maastricht naar de Kweesten wil in Hasselt, dan moet ik een uur in de bus zitten en dan moet ik s'avonds maar hopen dat iemand me terug meeneemt. Maar ook qua cultuur. Het lijkt soms of het echt drie verschillende gebieden zijn, terwijl ze zo dicht bij elkaar liggen. En daar toch ook kansen liggen voor makers, ook voor jonge makers, om die gebieden en maar ook onze talenten met elkaar te verbinden. Op welke manier zie je dat bijvoorbeeld voor jezelf? Welke verbinding zou jij graag willen maken als jonge theatermaker? Ik zeg altijd tegen mensen die wegtrekken uit dit gebied, en dat zijn helaas veel jonge mensen die met mij zijn afgestudeerd van de toneelacademie, die zijn onmiddellijk naar de Randstad gegaan en die vragen dan aan mij, waarom blijf jij hier? Ja. En dan zeg ik, Limburg is vlakbij Europa. Maar het is lastig om dat in de praktijk ook echt uit te dragen. Dus maar je kunt ze niet overtuigen. Je kunt ze niet overtuigen om hier te blijven. Nee, omdat op dit moment de kansen voor jonge makers nog niet zodanig zijn dat mensen zich niet alleen aan het werk willen blijven in deze regio, maar zich ook vaak, merk ik, niet persoonlijk verbonden voelen met deze regio. Ik kom hier vandaan, dus voor mij is het, ik heb roots hier, ik ben opgegroeid in Heerlen, dus dat, voor mij ligt dat al anders. Maar je zou toch kunnen zeggen dat als je hier 4 jaar studeert, dat het dan ook mogelijk is om je in je werk, maar ook als persoon te verbinden aan de plek waar je je vak leert. En om daar ook vervolgens aan bij te dragen. Tenminste, dat zou ook heel fijn zijn als het talent dat wij hier opleiden, dat ook dat vervolgens gaat bijdragen aan de regio, aan de cultuur, aan de verbinding die je via 2018 wil leggen. Ja. Maar het is natuurlijk heel lastig om dat voor jezelf te schetsen inderdaad. Maar op welke manier kun jij daar dan als theatermaker een steen aan bijdragen? Inderdaad, door die mensen hier te verbinden, die jonge mensen die jij kent, die nu wegvluchten naar de Randstad? Ook. Dat zijn dus vooral Maastrichtenaren die ik ken. Ik zou het persoonlijk heel interessant vinden om ook de jonge mensen die bijvoorbeeld in Aken op cultureel gebied actief zijn, om die te leren kennen. In België ken ik ze al iets beter, ook omdat een heleboel Belgen ook in Maastricht naar school gaan, dus die ken ik wel. En ik denk dat er wel een kans ligt voor jonge mensen die over het algemeen ook niet heel erg veel nog basis hebben, die het ook vaak interessant vinden om nieuwe dingen te ontdekken, mis vind ik. Om met elkaar in contact te komen en ook echt actief te gaan maken, gericht op de thema's die in uw regio leven. Hè? Als je het hebt over het bedrijfsleven dat investeert en vervolgens daar iets voor terug wilt hebben, zeg maar, dat vraagstuk van, is het interessant om over dat soort thema's theater te maken? Dan zeg ik ja, omdat je als maker altijd moet streven om verbindingen te leggen, niet alleen met elkaar, maar ook thematisch altijd te kijken, oké, wat leeft er in dit gebied en op welke manier kan ik mij daar op een creatieve manier toe verhouden? Zelf. Dan kan ik, zorgen dat die luikjes opengaan. Dat is een hele mooie vraag ook voor de organisatie, denk ik, van 2018, om dat concreet te maken voor jullie. Dank je wel. Ja, alsjeblieft. Het moet allemaal zo snel mogelijk concreet worden. Dat vindt dus blijkbaar niet alleen de man op de straat, maar ook de jonge theatermaakster. Guido, is dat lastig? Want jullie zijn natuurlijk allemaal nog bezig met voorbereidingen, met plannen bedenken, met grote lijnen. En iedereen wil eigenlijk dat het meteen concreet wordt. Zo is dat. Maar overmorgen, dat is 6 september, dan wordt het concreet. En dan gaan we dus inderdaad, om antwoord te geven op de vraag hier, een keten aan culturele producties installeren. In een wezen zeggen we, die ontdekkingsreis, wat mijn collega net uitgelegd heeft, hier in dit gebied,
Dat is natuurlijk de ontdekkingsreis en de opdracht die voor ons ligt. Wij leven vandaag allemaal in een wereld die veel verder gaat dan onze eigen woon- en werkplek. En we zullen ons met die geglobaliseerde wereld, heet dat dan, daar zullen we ons moeten verhouden. Maar nu concreet, hoe doen we dat? En daar zijn we mee aan de gang. Oh, het is heel spannend. We hebben als research project hebben een popproject ontwikkeld. Waarin we popmuzici, ik pak dat even, want dat hebben we al uitgevoerd. Popmuzici van Hasselt geconfronteerd werden met popmuzici hier in Heerlen. In Luik, hè, die werden dan, hadden twee meiden die maakten ballads. En die werden geconfronteerd met de heavy metal uit Luik. En in één keer ontdekten die een ander soort van instrumentarium. En dan hoorden ze, god, onze klanken die we hebben, die kunnen we ontwikkelen door juist die klanken uit die andere culturen met elkaar verbinden. Zo begint het in één keer te En dit werken. Soort concrete zaken horen we na 6 september. En dat is veel die keten, dat is die keten aan culturele producten die we gaan uitzetten. Oké, okay, Marcella, het woord Heerlen is nu gevallen. Luik, Hasselt heb ik ook al gehoord. Sittard Geleen is nog niet voorbijgekomen nu. Is dat niet ook een gevaar wat op de loer ligt, dat alles zich op Maastricht focust? Nee, Maastricht is volgens mij heel duidelijk kandidaat samen met de EU-regio. Alle steden in de EU-regio die meedoen, die hebben ook een convenant ondertekend. Die zijn dus ook echt officieel partner. Worden ook om een financiële bijdrage gevraagd. Dus zij dragen echt wel een steentje bij. Nou, hoor je uit het veld van cultuurmakers uit Heerlen of Sittard niet dat ze daar bang voor zijn? Ja, die geluiden hoor je natuurlijk wel. En ik denk dat dat voor de organisatie van Culturele Hoofdstad natuurlijk iets is om te ondervangen. En om hun te verzekeren dat ze hun plekje absoluut krijgen in 2018. Want Guy, Sittard, weet jij wel het licht? Ik moet even goed nadenken, maar nee, absoluut. Maar merk je dat misschien op die borrels? Dat er wordt gezegd, ja, dat is een Maastrichts feestje, daar gaan we niet aan meebetalen. Nee, het heeft met name, ik denk dat het heel goed is dat men de EU-regio zelf aangaat. Hè. Kijk, voor ons als bedrijf is het heel belangrijk dat je wilt goede mensen aantrekken. Het is in feite onze winsituatie op zo'n moment. Je wilt medewerkers aantrekken. Heel veel, zoals ik net ook al gezegd wordt, heeft de trend gewoon om naar de Randstad toe te trekken. Nou, als je mij persoonlijk vraagt, vind ik dat niet slim, omdat ja, de EU-regio is veel centraler. Je hebt hier heel veel grote steden, je hebt Aken, Luik, Brussel, Hasselt, Frankfurt, alles binnen. En een bruisend Heerlen en een bruisend zit, dat is ook goed voor jou. Ja, natuurlijk. De mensen die zich willen vestigen, die gaan niet alleen in Maastricht zitten, maar iemand spreekt misschien Heerlen of zit dat meer aan. En je moet mensen iets te bieden hebben. Dat kun je op zo'n moment wel. En mensen die verstand hebben van cultuur, die schijnen te zeggen dat het in Heerlen te doen is, niet in Maastricht. Wat Heerlen in ieder geval heeft en Maastricht niet, is een stadsdichter. Een nieuwe, een stadsdichteres zelfs. Ze is ook nog geboren in 1992, dus we konden echt niet om haar heen. Zij biedt ons een moment van contemplatie. Amber Helena Reizig. We hebben in elk land een kind gezocht. We zijn klein en wezen, alles in een teken van nabije dood. We werken aard en land om niet te zien wat ons verdooft. We hebben in elk land een kind gezocht, dat het in zich had om verlosser te zijn. We hebben ons gewenteld in ons wezen en iedere poort alle hekken opengebroken. Wie zich in al die dagen heeft herkend en nu het hoofd van de borst opheft, het hemelgewelf laat rusten op die idee van een Messias, de verlosser komen zou. Het is al zoveel maal gezegd, hier ben ik en ik neem de zonde weg. In elk land hebben we een kind gevonden, de huid schaal en traanvocht in de ogen. En wat de dood niet al meer van mag, het eeuwig opdragen, om verlossing roepen, weglopen. Amber Helena Reizig, dankjewel. Marcella, wie wordt dan culturele hoofdstad in 2018? Maastricht natuurlijk. Nou, verrassing. Ja. Hoeveel geld zit je daarop in, Guy? Geld weer nog niet, maar in ieder geval een fles champagne. Een fles champagne. Ja. Of het van de Lidl is of van de Slijter, daar hebben we het dan zo meteen nog even over. Dankjewel. Meer informatie over dit debat, over alle andere debatten op www.javandevlinder.nl. Bedankt, Amber bedankt. Guido, succes. Toi, toi, toi. Jullie succes.